brandoliertankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de promotie supportclub van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Zoals bekend is het sportpark van FC Zutphen gesloten vanwege de coronacrisis. Om toch met de jeugd wat te doen en op afstand contact te houden, heeft Delano Severin de challenge bedacht. Gea Nijland sprak voor de gesloten poorten van Sportpark Het Meirink met Delano voor een toelichting. Ja, Delano Severin, misschien kun je even voorstellen voor de kijkers van FC Zutphen Internet TV. Ja, nou, ik ben Delano dus, Delano Severin. Ik ben hier al best een tijdje jeugdtrainer. Ik denk rond de 8, 9 jaar al wel. En op het moment doe ik samen met Boudewijn de 11-1 en met Floris samen de 10-1. Dus twee teams deel ik. En verder ben ik ook trainer bij de voetbalschool op de vrijdagavond. En bijvoorbeeld de voetbal drie dagen is een extra activiteit in de vakantie wat we doen. Daar ben ik ook bij betrokken. En nou ja, zo loop ik hier meestal 6 dagen in de week rond. Dus ik kom hier vaak genoeg, ja. Ja, wat dat betreft dan ben jij super actief bij de jeugd van FC Zutphen. Dat mogen we rustig stellen. Maar ja, we zijn, zoals hier ook blijkt, we staan voor de poort. Heel toepasselijk, maar we zijn al een hele tijd gesloten. Ja. Vlak voordat we moesten afsluiten vanwege de coronacrisis, heb jij iets bedacht om de jeugd bezig te houden, genaamd Challenge. Ja. Misschien kun jij eens uitleggen wat dat inhoudt, hoe je op dat idee gekomen bent. Ja, klopt. Nou ja, het was dus aan de orde dat we in een soort van lockdown zouden komen, dat we niet meer naar het voetbalveld mochten om te gaan trainen. Nou ja, en om toch wat te blijven doen en de kinderen toch enthousiast en betrokken te houden, heb ik die challenges bedacht. Of nou ja, bedacht. Het is meerdere trainers doen het, dus op internet kom je het tegen. En toen dacht ik, hey, dat is ook wel iets om hier bij FC Zutphen te doen. En ja, zo is het een beetje aan het rollen gekomen, ook in contact met de VTC'er hier. Zijn we zo een beetje uit gaan bouwen en hebben we het verspreid onder de gehele jeugd eigenlijk. Nou ja, en nu doen er superveel kinderen mee en ja, volgens mij is het een groot succes. Ja, dat klopt. Ik zie ook mijn kleinzoon daar regelmatig mee bezig zijn. En het punt is van dat je iedere dag via de jeugdleiders, dacht ik, een opdracht aan de jongens doet toekomen en de meisjes, ja. Hè, om dat uit te voeren. Ja, klopt. Ik doe iedere dag, probeer ik rond een uur of 11 de challenge eruit te doen. En dat verdeel ik dan in de verschillende groepsapps, zodat iedere jeugdleider of trainer dat weer door kan verdelen. En op die manier hoop ik dan maar dat het zoveel mogelijk teams bereikt. En het komt ook op de Instagram-account, zodat heel veel kinderen het zien. En nou ja, uit van allerlei teams doen kinderen mee, van de onder 8, zelfs de minis, tot aan de onder 14, 15 doen de kinderen mee. Dus wat dat betreft bereikt het genoeg kinderen, zeg maar. Ja, en het leuke is dat de ouders er ook bij betrokken zijn, want die moeten de opnames maken en weer terugsturen naar de leider. Hè? Ja, misschien zijn de ouders er soms nog wel drukker mee als de kinderen. Ik kreeg soms al reacties van ouders dat het opnamenummer 100 nog iets was. Of zelfs dingen zijn er kapot gegaan, een vaas heb ik gezien en een bril van iemand is kapot gegaan. Dus er zijn ook al de nodige slachtoffers gevallen, ja. Ja, dat is inderdaad wel leuk, want daar moet van allerlei opdrachten moeten er uitgevoerd worden. Ja. Inclusief flessen omschieten en in de vuilnisbak en dergelijke, zag ik dus. Ja, van alles en nog wat. En we proberen iedere dag iets nieuws te bedenken. En het komt niet allemaal uit mijn hoofd. Ik zie ook wel wat van andere trainers natuurlijk. Of dan krijg ik weer een tip van iemand. En dan gooien we die erin en dan kunnen de kinderen er weer mee aan de slag. Nee, dat klopt. En is het nou zo, Delano, dat er aan het eind van de rit een soort klassement is? Of wat gaan jullie doen? Of maak je er een soort wedstrijdje van of zo? Ja, we waren in het begin deden we met punten. Of nou ja, doen we eigenlijk nog steeds. Dat je ook verschillende levels had. Dus dat ook de kinderen uit de jongere teams, die hoeven niet per se altijd het hoogste level te halen natuurlijk. Want dat is vaak lastig. Maar zodat het voor iedereen een beetje uitdagend is. Maar toen ging ik er niet vanuit dat het zo lang zou duren. Dus in de loop der tijd ben ik de puntentelling een beetje kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Dus aan het eind van de rit en zo, dan is het een beetje improviseren hoe je dat verder gaat doen. Ja, dan moeten we even kijken wat we voor de trouwe kinderen die altijd mee hebben gedaan, wat we daarvoor gaan bedenken. Maar dat komt wel goed. Oké. Okay. En je verwacht nog wel eventjes door te gaan, want we weten niet hoe het verder gaat met... Nee. Maar heb je een idee van wanneer het ongeveer stopt? Nou ja, toen ik eraan was begonnen, toen had ik niet verwacht dat ik er nu nog mee bezig zou zijn. Had ik gehoopt dat we nu weer lekker hier aan het trainen waren geweest. Maar ja, zolang ik nog
kan blijven denken. En zolang er nog genoeg kinderen meedoen, blijf ik het lekker doen. Voor mij kost het nu niet heel veel tijd. En als ik dan die filmpjes zie van die kinderen die enthousiast bezig zijn, dan geeft dat alleen maar een goed gevoel eigenlijk. Ik ben het helemaal met je eens, Delano, wat dat betreft. Ontzettend leuk bedacht. En het is een hele mooie bezigheid, want kinderen in de buurt allemaal doen ze mee. Ja. En stimuleren ze elkaar, dus dat is ontzettend leuk. Misschien nog een laatste vraag. Jij bent actief bij de jeugd van FC Zutphen. Is dat volgend seizoen ook zo? Dan heb je weer een bepaald jeugdelftal die jij gaat trainen of activiteiten? We zijn volop in gesprek nog met Michiel van de Beek, de VTC'er, over welke rol wie gaat vervullen. Dus dat is allemaal nog niet bekend wat en hoeveel ik ga doen. Dus dat laten we nog even in het midden. Maar ja, die jeugd blijft wel kriebelen. Dus ik wil wel graag iets doen met de jeugd, ja. Nou, het lijkt me geweldig mooi. En een geweldig mooi idee ook om op deze wijze, zeg maar, de stille tijd voor de kinderen in te vullen. Jazeker. Bedankt voor het gesprek en heel veel succes verder. Ja, dankjewel. Prima. Goed.